Het is donderdag, één dag na de wedstrijd Nederland-Australië. En wij hebben een poeltje ingezet eergisteren. Want jij zei Nederland-Australië wordt 2-1. 4-0. Dat betekent dat Joep heeft verloren. En wat was nou het deel van die weddenschap? Dat hij met een megafoon het Wilhelmus ging zingen in het centrum van Hilversum. Daarvoor hebben wij iets bedacht, Joep. Je krijgt zo meteen een kratje. Je gaat dat natuurlijk in een Nederlands elftal shirt doen. We willen je natuurlijk wel goed verschut zetten. Dus een konijnenpak, trek maar aan. En wij gaan zo meteen weg. En om alles goed te filmen, krijgt hij een spycam mee. Ik ben benieuwd. Zing maar, jongen. Ja, hartstikke leuk. Ah, respect. Hoe was het? Het zal nooit meer hobby worden, maar uiteindelijk viel het nog om mij. Ja, dat vond ik dus ook wel. Dat was de eerste opdracht die we hebben gedaan. Maar goed, het Wilhelmus zingen, dat was nog wel te doen. Gelukkig zijn er nog meer wedstrijden die er aankomen en gaan we meer poeltjes inzetten. Maandag bijvoorbeeld Nederland-Chili. Heb jij een mooie opdracht voor deze twee heren, voor degene die verliest? Schrijf hem dan even hieronder in de comments. Gaan wij even kijken naar een leuke opdracht. Dus maak het zo gek mogelijk, hè? Want ik hoef het niet te doen. Dus maak het zo gek mogelijk voor deze twee. Dan gaan zij hem uitvoeren. Een beetje lief zijn, alsjeblieft. Gegarandeerd. Zet hem hieronder in de comments. Jo.